Ja, ons Roy, dat is een derp, zoals ik geen tweede ken. Ben een gluts op dat ik er woon en dat ik er goed geworteld ben. Wordt de wereldje ook in het rijt en draaien. Het moet al aardig om de men van Roy te schaaien. U woont in Dommelrode. Woont u hier al lang? Sinds 2008, dus nu zo'n 6 jaar weer. Hoe is de wijk om in te wonen? Ja, zoals je ziet, een mooie wijk. En vanaf dit punt natuurlijk ook een van de mooiste uitzichten van het dorp, denk ik wel. Dus mooie wijk met mooie oude wijk. Veel mooi groen en wat oudere woningen. Dus wij wonen hier in ieder geval met veel plezier. Geweldige wijk. En hier vooraan zeker, en we hebben nog heel die wijkje, hebben we eigenlijk een beetje zien groeien. He, daarachter, het einde van deze straat, die huizen waren er al eerder, maar de rest is er allemaal later bijgekomen. Heel veel tenminste. He. Behalve het oorspronkelijke stuk daar in de Strepenstraat, dat is ouder. Maar we hebben dus hier nog meegemaakt, dus het klooster stond er nog, he, toen wij hier kwamen wonen. De kapel stond er nog. Hier op de hoek, waar nou de parkeerplaats is, er stond het huis van de rector van de nonnen. Daar heeft later de huisarts Wenset in gewoond. De wijk steunt historisch op 2 markante gebouwen. Zo is daar het slot De Bocht, gelegen aan het Dommelsvocht. En door een bastaard van Oranje omgedoopt tot Dommelrode. Dat gaf kennelijk net iets meer franje. En door de tijd heen werd er ruimte aan besturende heren geboden. Jullie wonen al heel lang in Dommelrode. Hoe is het voor de jeugd om in Dommelrode te wonen? Is dat een leuke wijk? Wat zou ik ervan zeggen? Toen wij hier klein waren, waren er nog heel veel jongeren, zeg maar, van onze eigen leeftijd. Dus toen speelden we hier heel vaak op pleintje. Maar nu woont er eigenlijk van onze leeftijd nog weinig jeugd. En de kinderen die er wonen zijn nog heel klein. Ik vind het niet zo heel erg goed hier. Nee? Nee. Vertel eens waarom dat. Wat moet er hier veranderen om het wel goed te maken? Sowieso, het wordt hier veel te weinig geschoven en gestrooid. Dat vind ik echt heel vreselijk. Later kwamen de Augustinessen en stichtten het klooster Mariendaal. Ze kwamen van het huis Strepen, ook toen wel Henkeshagen genoemd. En thans in een wat fantasierijke praat, verbonden met elkaar door de Mater Lemmensstraat. De wijkjes hier, in dit gedeelte, is het ouder geworden. Maar verder naar achter, zover als ik weet, is die wijk steeds verjongd. Hè? Dus er wonen nu vrij veel jonge mensen, dus jonge gezinnen. Wat is het meest bijzondere van deze wijk? Nou, ik denk de sfeer. Het is dicht bij het centrum. En inderdaad, wat oudere woningen die een bepaalde sfeer uitstralen. Die ook aansluiten bij het oude gemeentehuis. En, ja. Daarvoor zijn wij eigenlijk ook voor dit huis zo gevallen. Nou, ik hoor wel van heel veel mensen die wel in Roy wonen, maar niet op Dommelrode. Dus Dommelrode wel een mooie wijk vinden. Ja. Maar waarom, dat weet ik niet. Maar dat zou je wel graag willen wonen. Makkelijk. Bij het dorp. Ja, misschien ook. Uitgaan. Veel in de buurt. Rondom en tussen dit alles groeide langzaam de wijk. Met doorsnee huizen. Maar ook een gegoede kant. Met straten vaak genoemd naar edelen die ooit de hoge kamers hebben bemand. U vertelde dat er hier de kasteelgracht liep. Ja. En je hebt die vijver achter in uw tuin gegraven. Kon daar iets van terugvinden? Inderdaad, met het uitgraven dus hier voor dat vijvertje kwam ik op de bodem van de gracht.
En dan vond ik een revolver. Natuurlijk wel helemaal verroest, maar ik kon goed zien dat er een revolver was. En zit je hier in Dommelrood op school? Nee. Nee? Waar zit je op school? Op de Oda-school. En die is wel leuk? Ja, die is heel erg leuk. Heb jij hier op school gezeten, Jackie? Ik heb hier op Dommelrode school 4 jaar gezeten. En daarna ben ik naar Veghel naar school gegaan. Oké. Okay. En was Dommelrode school een leuke school? Ik vond het wel een leuke school. Waar maakt die school een verschil in? Je hebt op een andere school gezeten. Ja, in Veghel was het speciaal onderwijs en hier was het gewoon, qua mensen was het leuk. En in Veghel ook wel, alleen daar was het gewoon minder. Nou, het is in ieder geval wel een vrij snel groeiende school geweest. In ieder geval toen ik er zat, had je nog allemaal van elke klas, van elk leerjaar 1 klas. En nu is het bijna allemaal uitgebreid tot 2, dus het is wel de wijk, weet niet. En dat komt natuurlijk vooral door Vogelenzang. Ja, Vogelenzang is er nabij gekomen. Daarnaast verscheen tussen beide historische plekken een centrum voor onze cultuur. Architectonisch zeker verantwoord. En het oogt ook heel bijzonder. Maar in werkelijkheid kennelijk minder praktisch en duur. En kun je wel spelen? Nee, ik speel niet zoveel buiten. Nee, want jij speelt liever achter de Game Boy natuurlijk. Ik heb geen Game Boy, ik heb een Nintendo, een Wii, en ik heb een laptop, en ik heb een Nintendo 3DS. En ik kijk wel tv, en ik speel ook gewoon boven. Ja, dan snap ik dat je geen tijd hebt buiten te spelen. Nee, wij spelen hier altijd op plein in mijn speeltuin. Dus niet echt zozeer bij het kasteel. Nee, oké. Op het plein was hier een speeltuin? Nee, hier is gewoon een pleintje en dan gingen we met schelter of voetballen. Maar 2 straten verderop is speeltuin. Met de strepen en daar en daar. Gewoon onder elkaar en vaak knikken of schelteren of schilleren of fietsen. Of stoppertje. Wordt de wereld je ook in het rijk te draaien, moet al Oregon de men waar ooit is gaaien.